Opa, kijk mijn schilderij eens. Oh, dat is geweldig, Sue. En heb jij ook iets geschilderd, Elsie? Ja, een tijger. Hij ziet er heel erg sterk uit. Huh? Wat is dat voor geluid? Het kwam uit het park. Zullen we eens een kijkje gaan nemen? Wat staat er? Er vindt een kunstwedstrijd plaats. Er staan heel veel mensen daar. Misschien hebben die er iets mee te maken. Ga kijken! Om de 100ste verjaardag van ons prachtige park te vieren, houden wij hier de Kunst in het Park wedstrijd. Elk kunstwerk moet iets moois in het park uitbeelden. Het winnende kunstwerk wordt tentoongesteld in de Stadsgalerie, waar iedereen het kan bewonderen. Ik ben dol op schilderen. Ik denk dat ik mee ga doen aan de wedstrijd. En ik ga ook meedoen. Het lijkt me leuk om in de galerie te hangen. Mam! Oh, hallo, Tante Zelda. Hallo, Sue. Mam, kijk eens wat ik gemaakt heb op school. Het is prachtig, Sue. Wat een mooie kleuren. Weet je, Zinnia heeft een geweldig oog voor kleur. Ze is de beste bij tekenles, nietwaar, lieverd? Mm-hmm. Er wordt een kunstwedstrijd gehouden in het park. Ik wil er heel graag aan meedoen. En de winnaar komt te hangen in de galerie. Een kunstwedstrijd? Ik wil ook meedoen. Ik wil een schilderij in de galerie. Mama, gaan we meteen naar huis. Ik wil beginnen aan mijn schilderij. Natuurlijk, lieverd. Je verdient een voorsprong op die andere zogenaamde kunstenaars. Ik denk dat er een heleboel mensen mee gaan doen aan die wedstrijd, Sue. Weet je al wat voor soort kunst je wilt gaan maken? Eens even denken. Een schilderij zou leuk staan. Denk je niet, Pok? Hallo, kleine Sue. Wat kan ik voor je betekenen? Ik wil heel veel kleuren verf, graag, meneer Zoe. Kies maar uit. Ga je iets speciaals schilderen? Ja, een schilderij voor de kunst in het parkwedstrijd. Ik wil heel, 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 heel graag winnen. Een echte wedstrijd? Oh ja! Ik ga ook meedoen. Huh? Ik wil een prijs winnen. Zack is dol op wedstrijden. Iedereen wil ineens meedoen aan die wedstrijd, Pop. Ik kan alleen winnen als ik het mooiste schilderij van de hele wereld maak. Dit heb ik gemaakt. Kijk, ik ben klaar. Ik heb alleen de vingers niet kunnen schilderen. Ze vlogen steeds weg. Is dit niet fantastisch? Ik zei je toch dat zij de beste is? Ik kan niet hetzelfde maken als Zinnia. Ik moet iets anders bedenken. Je kunt toch best iets anders schilderen, Sue? Ze gaan niet schilderen. Als ik de wedstrijd echt wil winnen, moet ik met iets anders komen. Tuurlijk! In plaats van een schilderij kan ik een beeld maken. Dat heb ik op school geleerd. Dat zou super zijn. Veel werk te doen. Als Zinnia een schilderij heeft
En als Zack een beeld heeft, wat kan ik dan maken? Iets waar verder niemand anders aan gedacht heeft. Wat zijn dat, opa? Oh, gewoon oude scherven van gebroken borden. Ze liggen hier denk ik al jaren begraven. Het zijn er super veel. Net of een Romeinse mozaïek begraven ligt in de tuin. Ik denk niet dat zoiets moois echt in onze achtertuin ligt. Een mozaïek! Perfect! Ik heb over de Romeinen geleerd. Ze maken mozaïeken van kleine gekleurde tegeltjes. En ik heb kleine gekleurde stickers. Hoi, Zoe. Hoi, Elsie. Kijk, mijn kunstwerk is klaar. Het is mozaïek. Net als die Romeinse waar we laatst over leerden. Dat is erg goed, Elsie. Maar er staan alleen geen vlinders bij. Ze vlogen weg toen ik te dichtbij wilde komen. Ben je al klaar met jouw kunstwerk? Nee, ik weet niet wat ik moet maken. Je moet wel opschieten, want de wedstrijd is morgen al. Zie je daar? Ja, zie je daar? Er moet toch een kunstvorm zijn die verder niemand anders doet. Iedereen is benieuwd wat je in gaat leveren voor de kunstwedstrijd morgen. Maar ik heb helemaal niks, opa. Alleen die onafgemaakte dingen. En ik weet niet hoe ik verder een kunstwerk kan maken. Maar waarom stop je al die dingen dan niet bij elkaar? Dat heet een collage. Zou dat niet lelijk worden? Het is jouw kunstwerk. Probeer het maar. Kom op, Sue. Laat eens zien. Tada! Wat vinden jullie? Stelt het een buitenaards landschap voor? Ja, dat lijken mij ook ruimtebomen. Het is geweldig, Sue. Het lijkt op wat het is. Kunst geïnspireerd door alles in het park. Oh. Goed gedaan, Zoe. Welkom allemaal bij onze Kunst in het Park-wedstrijd. En nu wil ik eerst graag een applaus voor alle jonge kunstenaartjes en hun kunstwerk. Voor de winnaar bekend gaan. Het werk tentoongesteld zal worden in de kunstgalerie. Deelnemers zijn gearriveerd. Gaan we het kunstwerk uitkiezen dat tentoongesteld zal worden in de galerie. Dat is heel mooi, Zoe. Dankjewel, Elsie. En dan nu, dames en heren, het moment waar iedereen op zit te wachten. Volgens mij wordt de winnaar bekendgemaakt. De derde prijs van de Kunst in het Park-wedstrijd gaat naar... Zack. Oh, wat goed. Geweldig. Op de tweede plaats, Elsie. Oh. Goed gedaan. Ik heb de tweede prijs. En de winnaar van wie het werk tentoongesteld zal worden in de galerie is... Cynthia. Oh, mijn beste. Gefeliciteerd hoor, Cynthia. Gaat het wel, Zoe? Ja, opa. Ik wist dat ik niet ging winnen. En het maakt niet uit. Ik vind mijn kunst mooi. En je bent niet de enige. Dat is zo prachtig. De vlindertjes vliegen nu niet meer weg. Ze vinden je kunstwerk leuk. Zoe, de parkwachter wil je collage graag houden. Zodat de vlinders ervan kunnen genieten en de rest kan genieten van de vlinders als ze naar het park komen. En dan kunnen wij de vlinders tekenen wanneer we maar willen. En
mijn collage wordt dan ook door iedereen gezien. Dat is dan nog beter dan in de kunstgalerie hangen. Wat mooi! Kom op, Pok. Je kunt het wel. Dat zijn de laatste. Bedankt, Pok. Volgens mij wordt dit de grootste kersentaart ter wereld, oma. Hij wint vast een bakwedstrijd. Oh, ik hoop dat hij niet te groot wordt, Sue. Anders krijgt opa hem nooit naar de winkel van meneer Zoe gedragen. Denkt u dat mijn kersentaart net zo mooi wordt als die van Zik en Elsie? Die van jou wordt vast de mooiste kersentaart van de hele stad. Heeft een van jullie de schuursleutel soms gezien? Nee. Sorry, opa. Er hangt een sleutel in het kastje, schat. Oh ja, het kastje. Ik heb hem. Dank je, schat. Heerlijke kersen. Als u ze opeet, heb ik niks meer voor mijn taart. Ik kan altijd wel kersen eten. Nee, niet deze, opa. Vooruit dan maar, Sue. Ik blijf wel van je kersen af. Je bent toch niet vergeten dat jullie de taart samen naar meneer Zoe gaan brengen, hè? Opa zei dat ik op de fiets mocht. Maar dan moet ik toch eerst je fietsbanden op gaan pompen. Bedankt, opa. Graag gedaan. Zo, Sue. Nu moeten we het deeg nog bovenop de kersen leggen. Dat kan ik wel, oma. Zo, ik moet het deeg aandrukken op de randjes. Zodat al het kersensap in de taart blijft. Heel goed, Sue. En dan kan de taart nu de oven in. Dat is mijn klusje. Kijk eens aan. Hoe lang duurt het voor die gaar is, oma? Een klein half uurtje. Ik ga opa helpen met mijn banden oppompen. Wat doet u daar, opa? Oh, Sue, ik ben de schuursleutel kwijt. Oh, nee! Ik had hem net nog in mijn hand. Misschien heb ik hem in de tuin laten vallen. Ik help u wel zoeken. Ik heb al overal gezocht, opa. Ik ook. Nu kan ik zeker niet met de fiets naar meneer Zoe gaan, hè? Nee, het spijt me, Sue. Sterker nog, behalve jouw fiets moet ik nog iets hebben uit het schuurtje. Meneer Zoe wou dat ik een trofee maakte voor de winnaar van de kersentaartwedstrijd. Oh, hij ligt daar binnen. Meneer Zoe kan toch geen wedstrijd houden zonder prijs? Nee, dat klopt. Opa, je moet die sleutel vinden. Denk na. Wanneer hebt u hem voor het laatst gezien? In de keuken. Misschien ligt hij daar nog. Kom op. Je taart is klaar, Sue. Fijn, oma. Wat zoeken jullie eigenlijk? De sleutel van de schuur. Maar die had je vanmorgen toch nog, schat? Ja, dat weet ik. Maar ik ben hem plotseling kwijt. Waar is de trofee die je hebt voor meneer Zoe? Ja, in dat schuurtje. Ik had hem al een half uur geleden moeten brengen. Nou, zoek jij maar verder naar de sleutel. Dan brengen Sue en ik de taart naar meneer Zoe. Ga je mee, Sue? Ik dacht dat je al bij meneer Zoe zou zijn. Maar ik kan hier niet weg zonder de trofee. En die staat binnen in het schuurtje. En je hebt de sleutel niet. Ik had de sleutel. Ik had hem in mijn hand toen ik in de keuken stond. En heb je hem toen ergens neergelegd? Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik weet nog dat ik hem vasthield toen ik een handjevol van Sue's kersen pakte. Ik heb hem vast laten vallen toen ik die kersen pakte. En? De sleutel van de schuur zit in de taart. Wat? Waar is hij nu? Opa en Sue brengen hem naar meneer Zoe toe. Je moet ze echt zien in te halen voordat de wedstrijd gaat beginnen. Ja! Oh.
Heel mooi, Elsie. Jouw kersentaart is fantastisch. Dank u. Waar is Susan taart, pap? Hij is er nog niet, Zack. Wacht op mij! Blij dat je er bent, Sue. Sorry, we waren nog iets aan het zoeken. Wat een perfecte verzameling kersentaarten. Ik ben benieuwd welke gaat winnen. Oh, ik moet meneer Zoe waarschuwen voordat iemand een hap neemt en zijn tanden breekt. Oh, oh, oh. Ik heb nog geen jury voor de kersentaartwedstrijd en ik zie dat ik ook nog een trofee nodig heb. Oh, het spijt me, meneer Zoe. Ik kan niet jureren. Ik heb samen met Sue die taart gebakken. Maar opa kan ieder moment hier zijn met uw trofee. Oh, gelukkig. Er is nog geen taart gegeten. Vertel eens, waar is de taart van Sue? Waarom, opa? Wat is er aan de hand? De sleutel van de schuur zit in die taart. Hij is er waarschijnlijk ingevallen toen ik van jouw kersen stond te snoepen. Ik weet niet welke van mij is. Ze lijken allemaal op elkaar. Het spijt me, meneer Zoe. Ik ben bang dat de wedstrijd maar moet beginnen zonder trofee. Tja, we hebben niet bepaald veel geluk met de trofee. Maar misschien kunt u me op een andere manier helpen. Maar hoe? Misschien kunt u jurylid zijn voor de wedstrijd. Proef gewoon een stuk van elke kersentaart op die tafel en zeg welke u het lekkerst vindt. Een stuk van elke taart op die tafel? Hoehoe, dat doe ik met plezier, meneer Zoe. Ja! Taart nummer 1, opa. Verrukkelijk. Zoet en smeuig en de perfecte hoeveelheid. Oké, dat was lekker. Huh? Wat een schitterende taart. Heerlijk. Perfect deeg smelt in de mond. Verrukkelijk. Ga oma halen. Dan kunnen wij de trofee gaan halen. Een sublieme kersentaart. Oh, ga jij maar door, schat. Sue en ik moeten nog wat doen. En dan nu de vierde kersentaart. Verrukkelijk. Kijk! Hebben we, oma? Perfect. Zo, en ren nu zo snel als je kunt terug naar meneer Zoe. Wacht maar niet op mij. Ik kom wel. En de laatste kersentaart. Zoet. Alsjeblieft. Dank je, Sue. En, opa? Vertel me eens, wie is de winnaar van onze kersentaartbakwedstrijd dit jaar? Nou, ze zijn allemaal verrukkelijk. Maar er kan er maar één de lekkerste zijn. Dus, de winnaar is... nummer 4! Dat ben ik! Ik heb gewonnen! Gefeliciteerd, Elsie. Dank u, meneer Zoe. En u ook bedankt dat u kersentaartjurylid was. Graag gedaan hoor, Elsie. Het was me een waar genoegen. Dus eindelijk heb je de sleutel weer terug. Zoe hier heeft ons gered. Hij zat gebakken in de taart. Ja, opa zou zijn eigen hoofd nog vergeten. Verrassing. Ze hadden vandaag van die prachtige kersen op de markt. Dus toen dacht ik bak een taart. Hij is schitterend, lieverd. En hij ruikt ook lekker. Bedankt, mam. Opa eerst. Want hij is hier dol op.
Ik heb al genoeg gegeten. Maar een klein stukje kan er nog wel bij. Dat was verrukkelijk, oma. Yummy, vooral de fruitsalade. Opa en ik doen de afwas wel. Dankjewel, oma. Ben je uitgegeten, Bizou? Het is bedtijd. Oké. Wie het eerst bij de kraan is, Pok. Hey, Pok, je speelt vals. Je bent eerder begonnen. Oké. Jij wint. Hou maar op met grijnzen. Ik wil je iets laten zien. Iets heel belangrijks. Let goed op, hoor. Kijk, ik bespaar water. Vandaag heeft de juf over water verteld dat het belangrijk is en dat we er zo zuinig mogelijk mee moeten zijn. We mogen geen water verspillen. Bizou? Ja, mam? Heb je je tanden al gepoetst? Mm-hmm. Dan gaan we oma en opa wel te rusten wensen. Oké, mam. Trusten, oma. Trusten, opa. Oh, wat is er zo? U verspilt water. Weet u dan niet hoe kostbaar dat is? Hm? Oeps. Ja, natuurlijk weet hij dat. Ik was het gewoon... was het helemaal vergeten. Maar dat zullen we nu nooit meer doen. Kom je, Bizou? Goed, mam. Denken jullie er echt aan om zuinig te zijn met water? Beloofd. Volgens mij vergeet jij nu iets. Oh. Trusten, opa. Trusten, zo. Trusten, oma. Oh, hoe. Wel trusten. Zo. Wel trusten, Bizou. Wel trusten, mam. Ga maar lekker slapen. Trusten, Pok. Hoorde je dat, Pok? Zo te horen is nog iemand vergeten dat water heel belangrijk is. Wat kunnen we daaraan doen, Pok? Ik weet iets. Ik zoek een emmer. Een emmerdag? Ja, want dan onthoudt iedereen dat water heel erg belangrijk is. En dat we er heel zuinig mee moeten zijn. De kraan openzetten is zo gewoon. Dat klopt. Sue heeft gelijk. We moeten beter op leren passen. Maar hoe gaat jouw emmerdag daarbij helpen? Simpel. Ik sta met de emmer in de gang. En jullie roepen, emmer! Als jullie water nodig hebben. En dan geef ik jullie precies hoeveel jullie nodig hebben. Geen druppel meer. Ja, roep gewoon. Emmer. Zo simpel en zo slim. Wat een geweldig idee, Bizou. Wanneer gaat het beginnen? Nu. Wilt u mijn emmer voor me vullen, oma? Natuurlijk. Alsjeblieft. Dank u. Klaar voor emmerdag? Haha, klaar! Pas op, je... We willen ons kleine zebraatje toch niet ontmoedigen, of wel soms? Natuurlijk niet. Heeft dan helemaal niemand water nodig vandaag? Emma!
Dat ik je goed bedankt heb, hoor. Dag, Omi. Ja, dat is nog wat. Dankjewel. Oh. Ah, daar ben je. Ik wil hier graag wat water in, Sue. Emmer! Maar, Sue, ik... Is de kust veilig? Ja. Oh, mijn water is op. Zo te zien hebben jij en je emmer het druk gehad vanochtend. Jouw emmerdag is echt een groot succes. Goed gedaan. Vandaag hoeft niemand in ons huis water te verspillen. Ik ga mijn emmer vullen in de keuken. Ben zo terug. Oeh, kijk uit! Oh. Wat doen jullie allemaal met die emmers? Waar komt al het water vandaan? Huh? Nou ja, Sue. Je hebt een beetje water gemorst daarnet. Hier en daar dus. Wij dweilen het op en... Dus ik heb zelf water verspild. Mijn emmerdag was zonde van de tijd. Nee. Het was helemaal niet zonde van de tijd. Het is geweldig. Briljant. Je had een gaaf idee en hebt hard gerend met je emmer. We zijn heel erg trots op je. Zo, heb je nog hulp nodig met je emmer? Oh. Niet meer. Emmerdag is voorbij. Het is mislukt. Dat denk ik niet. Mag ik? Perfect. Precies genoeg om mijn tomaten water mee te kunnen geven.
Zie je nou wel? Je hebt dus helemaal geen water verspeeld, Sue. Wauw! En wij zijn er nu een stuk zuiniger mee. Waar of niet? Dankzij Sue en zijn emmer. Piloot Sue voor basis. Ik ben klaar voor take-off. Aan het behangen, zou je... Oh, sorry pap. Ik kan even niet helpen. Ik moet opa zijn krantje gaan brengen. Nee, ik bedoelde, zou je niet tegen me aan willen botsen als ik druk ben? Hier is een krantje, opa. Oh, oh, dank je, Sue. Opa, waarom krijg je elke dag opnieuw een krant? Ze zijn elke dag weer anders. Ze vertellen wat er allemaal gebeurd is de dag daarvoor, zoals wie er won met voetballen en wat er gaande is in de wereld. En hoe weten zij dat? Je hebt mensen die voor kranten werken. Dat zijn reporters. Ze gaan op zoek naar spannende verhalen. En die verhalen schrijven ze op en dan komen ze in de krant. Kijk, zoals deze hier. Potje blaft naar boeven. Dat is de kop. Een zin om je aandacht te trekken, zodat je door wilt lezen. Gisternacht werd er ingebroken in het museum. Toen inwoonster mevrouw Fiona Smeenders toevallig voorbij liep met haar hondje Botje. Toen de boeven het museum uitkwamen met een kostbaar schilderij, aarzelde Botje niet om ze tegen te houden, tot de politie de inbrekers kwam arresteren. Zonder Botje, zei meneer Anders, de museumcurator, had het museum een waardevol kunstwerk verloren. Maar dappere Botje heeft het gered. Wauw, goed zo, Botje. Ja. Oh, en zo staan er nog veel meer verhalen in de krant. Maar het belangrijkste verhaal, dat staat altijd op de voorpagina. Hé, hey, misschien word ik later ook wel een... Hoe noem je dat ook alweer? Reporter. Ja, een reporter. Dat wil ik wel worden als ik later groot ben, oma. Och, maar je hoeft niet te wachten. Je hebt alleen een pen en papier nodig. En dan kun jij je eigen krant gaan maken. Vandaag nog. Ja, goed plan. De Zoekorant. Super. Mwah. Oh, Zoe. Voor je aan je krant gaat beginnen, wil je deze gebreide handschoenen aan Omi geven? Ga ik doen, oma. Zodra ik mijn reporterspullen heb gepakt. Zo'n haast, lieverd. Ik zoek verhalen voor de Zoekorant. Dat is mijn nieuwe krant. Oh, wat leuk. Nou, ik hoop dat je wat interessante... Bok? Oh. Ah, mijn eerste nieuwsverhaal. Groene vogel wordt wit. Wat dacht je van? Groene vogel zorgt ervoor dat mam haar taarttegel opnieuw moet maken. Tja... Het is niet zo goed als mijn verhaal. Oh, Pok. Gaat alles wel goed, pap? Nou, nog maar net. Pok vloog langs en stootte bijna mijn behanglijm omver. Dit had heel slecht af kunnen lopen. Ramp met paps behanglijm wordt nog net voorkomen. Ja,
Dat wordt een super verhaal. Zoe is zijn eigen krant begonnen. Oh, ik snap het. Nee, toch niet. Waarom kwam Pok? Ik bedoel, hoe kom... Daar heb ik nu geen tijd voor. Ik moet op zoek naar meer verhalen voor mijn krant. Mam, mag ik eens kijken of er iets bij meneer Zoe is gebeurd? Ja, ga maar, Zoe. Zo snel even niks spannends bedenken, Zoe. Tenzij je de verkeerde soepenzorg krijgen spannend vindt. Nee. Ik heb wel een verhaal voor je nieuwe krant, Zoe. Vannacht kwamen er monsters omlaag van de planeet Smork. En ze zoemden me mee naar een ruimteschip. En ze waren groen en slijmerig. En ze hadden grote torenogen. En tentacool... Voelsprieten en... Zack, verwar je je verhaal niet met de film waar we gisteravond naar hebben gekeken? Nou, misschien. Ik wil het alleen maar helpen. Bedankt, Zack. Meneer Zoe, ik moet er vandoor. Ik moet nog meer verhalen vinden voor de zoekrand van vandaag. Wat hebben we tot nu toe? Niet zoveel eigenlijk. Ah! Huh? Aha, dat klinkt als een spannend verhaal. Oh. Ah! Sint-Bas, doe dat toch. Het is maar een... Een worm! Een enge roze kriebelworm! Ik vind wormen vies! Ah! Doe iets, papa! Ah! Een klein meisje met wormenangst. Ja! Zet ik er ook een plaatje bij. En Pok, hoe vind je hem? Het is geen hele enge worm, hè Pok? Ah, bedankt voor je hulp. Ik zou nog even naar de winkel gaan met Omi. Oh, hallo Zoe, schat. Schiet je al een beetje op met je krant? Nou, ik heb wel wat verhalen, oma. Vogel verandert van kleur. Behanglijmramp, bijna. En ruimteontvoering, of zoiets. Wormenangst voor een klein meisje. Maar ik heb nog niks wat echt spannend is. Oh, help! Omi? Mijn traplift! Ik zit vast! Schat, huh? Omi's traplift! Oh. Wow. Help! Wacht maar, Omi. Even mijn gereedschapskist pakken. Volgens mij gaat er namelijk beneden ook iets mis. Oh, nee. Is er iets ergens gebeurd? Is iedereen ongedeerd? Ik geloof van wel. Zo ongeveer. Oh, rare vraag misschien. Wat was dat? Ik weet het niet. Maar wat er ook was, ik heb een goed verhaal. Chaos in huis. Als Omi's traplift halverwege de trap stopt. Wat gebeurde er nou? Oh, het was niks ernstigs hoor. Zo, laat me eens even kijken naar die traplift. Oké. Aha! Dus dat zat ertussen. Zoe had dat eerder op de dag aan u moeten geven. Oh, maar wat was het dan? Dit verhaal komt absoluut op de voorpagina van de zoekkrant. Nu alleen nog een goede kop. Hoe klinkt? Breiwerk is opstopping voor Omi. Dit heb je vast op de traplift laten vallen in je haast om reporter te zijn. Oh nee, dus het was mijn schuld. Oh, dat spijt me echt. Je was gewoon een beetje te enthousiast, dat is alles. Zo, schat. Ik hoorde dat je reporter bent. Wil je me laten zien waar je over gaat schrijven? Heel graag, Obi. Zodra ik al mijn troep hier opgeruimd heb. Sorry allemaal. Een ware ramp trof een familie vandaag.
toen een slordige zebra een handschoen liet vallen op de traplift. Gelukkig raakte niemand gewond en de troep was gauw opgeruimd. Dat is een heel goed voorpagina verhaal, Sue. Dat verdient volgens mij wat aardbeien met slagroom. En dit. Ach, hallo jongens. Te lezen. Dit is echt de allerleukste. Kapitein Zek, ruimtezebra, maakt een ruimtereis naar Mars. Ik weet wat, wij gaan ook op ruimtereis naar Mars. Zullen we, Elsie? Doe nou. Oké, Zoe. We gaan op ruimtereis naar Mars. Hoera! Hoera! Maar eerst moet ik nog wel 8 bloemen tekenen. Nog 8 bloemen? Maar dat duurt eeuwig. Ik heb een goed idee. Wat nu als je op ruimtereis naar Mars gaat en daar dan de boel bestudeert? Wat is dat een goed idee, opa? Ik durf te wedden dat de bloemen op Mars veel interessanter zijn. Denk je echt? Waar is planeet Mars? Heel, heel ver weg. En we hebben een raket nodig om er te komen. Uit opa's raketbouwwerkplaats. Huh? Gaaf! Wauw! Dit lijkt straks precies op kapitein Zek's ruimteschip. Maar ik mis denk ik nog iets. Even kijken wat er bij onze voorraad raketspullen ligt. Ha, gevonden! Geweldig! 3 straalraketten. Dat is een heel goed begin, opa. Maar iedereen weet toch dat kapitein Zek's ruimteschip 4 straalraketten heeft? Goed, dan maken we er 4. Dus als jullie nu eens als echte ruimteschipmonteurs op zoek gingen naar nog een straalraket... Komt in orde, opa. Dit vinden we wel voor u. Een straalraket? Zoiets heb ik niet, Sue. Jawel hoor, daar. Ah, jij bedoelt deze straalraket. Ik weet niet zeker of je deze wel kunt gebruiken. Er zit nog maar een heel klein beetje afwasmiddel in. Maar, mam, het is voor een superbelangrijke ruimtereis naar Mars. En we zullen er reuze voorzichtig mee zijn. Goed dan. Maar neem hem wel weer mee als je naar de aarde terugkeert. Bedankt, mam. Voordat jullie gaan, hebben jullie op een van jullie reizen mijn vaas soms gezien? Nee, mam. Hij stond eerst toch echt op de vensterbank, maar nu is hij verdwenen. Misschien komen we hem wel tegen. En als hij op Mars is, dan vertellen we het. Hier is een straalraket, opa. Prachtig. De zebra-raket is klaar voor vertrek. Hoera! Oh, maar jullie moeten natuurlijk wel ruimtehelmen op. Bedankt, opa. Dank u. Zebraket, klaar voor vertrek? Over en sluit. Over en sluit. Wat bedoel je? Dat zeg je in een ruimteschip als je het hebt begrepen. Oh, over en sluit. Vooruit dan. Start de raketten. Zes, vijf, vier. Drie, twee.
1. En daar gaat hij. We zijn in de ruimte, Elsie. Zebraket, maak u klaar voor de landing. Klaar, Elsie? Klaar, Sue. Hou je goed vast. De zebraket is veilig geland. Wauw. Hallo. Gegroet. Ik ben opa van Mars. En ik ben kapitein Zoe. En ik ben kapitein Elsie. Assistent kapitein Elsie. Ik wil u graag mijn planeet Mars laten zien. Welkom in de Marstuin van zebras. Wauw. Raak de blauwe bloemen niet aan, aardbewoners. Dat zijn hele zeldzame en mysterieuze marsplanten. Voor je het weet ben je helemaal blauw. Dat zet ik in het verslag van de kapitein. Assistent kapiteinsverslag. Wauw, zelfs de lucht is oranje. Kan die niet zijn. We gaan hem zoeken. Moet je hier eens kijken? Het is een voetafdruk. Van een ruimtewezen. Die heeft alvast onze straalraket. Maar ik zie hier verder niemand. Hij zit vast in commandocentrum Superster. Kom mee! Kapitein. Waar beginnen we, kapitein Zoe? Goeie vraag. Een zeebel. Maar waar komt die vandaan? Ze komen uit de badkamer. Oh, hallo. Oma van Mars, dat is mama's vaas. Oma van Mars? Doe nou mee. Oh, natuurlijk. Ja, ik dacht, ik help mama met de lente schoonmaken. En u heeft onze straalraket. Oh, deze bedoel je. Huh, die is leeg. Wil je hem? Heel graag. Zonder kunnen we niet terug naar huis. Dank u. En als jullie dan toch terug naar de aarde gaan, geef deze even aan mama alsjeblieft. Over en sluit. Goede reis, aardbewoners. Dank u wel, papa Mars. 3, 2, 1. En daar gaat hij. Maar u bent net opa van Mars. Oeps. Hoi, opa. Hoi, iedereen. Hebben jullie het leuk gehad op Mars? Het was gaaf. Oma van Mars had onze straalraket. Maar nu niet meer. En ik ben net een echte kapitein Zack. Oh. Kijk eens wat we hebben teruggevonden, mam.
Dankjewel, Zoe. En hij is ook nog eens mooi schoon. En kijk eens. Helemaal af. Mijn kapiteinsverslag. Assistent. Goed dan, Elsie. We noemen het het kapiteinsverslag. Over een sluit, kapitein Zoe. Ik dacht dat je later politieagent wilde worden. Niet meer hoor. Ik wil later astronaut worden. Dan kan ik een reis maken door de ruimte. Hey, wat gebeurt er in het park? Ze zetten alles klaar voor de danswedstrijd. Een danswedstrijd? Ja, aanstaande zaterdag. Heb je dat nog niet gehoord? Huh? Ik doe niet mee. Er is één ding dat ik nooit wil worden als ik groot ben. Danser. Dag, Elsie. Dag, Sue. Zo lief van je dat je op Zinnia past. Ze zal braaf zijn, nietwaar, lieverd? Je bent zo'n lieve meid. Ja, maar helaas mogen zelfs hele lieve meisjes niet mee naar de lunchpartijtjes van de burgemeester. Hoi, mam. Weet je wat er vandaag op school is gebeurd? De les ging over planeten en de ruimte en astro. Hallo. Hoi, tante Zelda, oom Xavier. Hoi, Zinnia. Hallo, Zoe. Zo, nu kleine Zoe er is, kunnen jullie twee mooi gaan spelen. Ja, we willen de burgemeester niet laten wachten. Dag, Zinnia, lieverd. Hey. Dag, jongens. Veel plezier. Dag, lieverd. Zo, Zinnia. Wat zullen we eens gaan doen? Tja. Oké, we spelen monstertje. Uit de ruimte. Dan ben ik de dappere ruimteverkenner. En dan ben jij het slijmwezen van onder de gark. Ik wil mijn dansje gaan oefenen. Dansjes? Ja, ik doe mee aan de danswedstrijd. En ik ga hem winnen. Dat heeft pap gezegd. Punt en strek en punt en sluit. Waarom probeer jij het niet? Ik? Dansen? Dansen is voor meisjes. Jongens dansen ook. Heb je nog nooit gehoord van Rudolf Zebrajev? Nee. Hij was de beroemdste Russische balletdanser ooit. Oh. En punt en strek en punt en sluit. Ballet is heus niet om te lachen hoor, Zoe. Ik lachte niet om jou, Zinnia. Of om je dansje. Maar goed, als ik kon balletten, zou ik veel beter zijn dan dat. Oh, nou... Als jij zo goed kan dansen, waarom doe jij dan niet mee aan de danswedstrijd? Oké, ga ik doen. Leuk! Vindt u dit niet spannend? Zoe doet mee aan de danswedstrijd. En punt en strek en punt en sluit. Dankjewel dat je op Zinnia wilde passen. Zoe? Je ziet er helemaal niet zo blij uit. Wat moet ik nou doen, mama? Ik kan helemaal geen balletdansje doen. Dan gaat iedereen me uitlachen. Ik kan geen eens ballet. Punt en strek, punt en strek en... Oh, Bizou. Misschien had je je dat moeten bedenken voor je iets tegen Zinnia zei. Ja, het is vandaag zondag. Voetbal in het park vanmiddag. Oh, en ballet in het park op zaterdag. Ah! Goedemorgen, Bizou. En hoe voelt mijn kleine danser zich vandaag? Danser? Ik wist niet dat jij dansen interessant vond, Sue. Vind ik ook niet. En ik wil zeker geen balletpakje aan. En ik wou dat ik nooit gezegd had dat ik mee zou doen aan die domme danswedstrijd. Kom, wat scheelt eraan, knul? Zinnia liep op te scheppen over haar ballet. En ik denk dat Sue zich een beetje heeft laten meeslepen.
Hij doet ook mee aan de danswedstrijd. Dat is niet grappig. Iedereen gaat lachen als ik daar sta in mijn tutu. Oh, je hoeft toch geen tutu aan? En je hoeft natuurlijk ook geen ballet te doen. Tuurlijk wel. Zoe, ik heb al eerder over die wedstrijd gelezen in de krant. Het is niet alleen voor balletdansen. Het is voor allerlei soorten dansen. En we kunnen absoluut een danssoort vinden die geknipt is voor jou. Kom op, we pakken mijn oude grammofoon en kijken wat we kunnen vinden. Oké, ik probeer het wel. Kijk eens aan. Ah, mooi zo. Eens kijken. Tada! En? Hoe vond je dat? Niet slecht, opa. Dat leek eigenlijk helemaal niet op ballet. Natuurlijk niet. Dat noem ik altijd maar excentriek dansen. Zo, wil jij het nu eens proberen, Zoe? Tja. Oké. Zo, heb je je pijn gedaan? Nou, met een beetje oefening krijg je dat vast wel onder de knie. Zo, wil je alsjeblieft iets stiller doen? Ik ben met dansen aan het oefenen voor de danswedstrijd, zaterdag. Oh? Ga je ook meedoen, Elsie? Ja, maar het wil me niet lukken. Ik krijg mijn dansje niet goed en... Wacht eens, doe jij ook mee? Maar je zei toch... Dat is veranderd. Oh, maar mijn dansje wil me ook maar niet lukken. Tja... Maar als jullie geen van beiden blij zijn met jullie eigen dans, dan dans je toch samen? Wacht maar. Volgens mij heb ik de perfecte dans voor jullie. Het is toch geen ballet, hè, opa? Natuurlijk niet, jongens. Weet je wat? Oma en ik doen het wel even voor. Ja! Wauw, jullie zijn echt goed. Ja, ik wist niet dat oma's ook konden dansen. Deugt niet. Zullen wij het ook eens doen? Oké. Goed zo. Links en links en rechts en draai. Links en links en rechts en draai. Ja! Volgens mij zijn ze er helemaal klaar voor. En welkom bij Dansen in het Park. Hier komt onze eerste kandidaat. Een groot applaus voor Zack Zoe. Thank you.
en omdat de burgemeester er niet is, hij kon er jammer genoeg niet bij zijn vandaag, mag ik met veel plezier de eerste prijs uitreiken aan Zinnia! Jij ook, proficiat, Sue? Jij en Elsie waren best erg goed. Bedankt, Zinnia. Dat was goed. Volgende keer zal ik... Volgende keer wat? Denk ik dat ik toch liever ruimtemonster speel. Maar dansen was ook leuk. Ja! Oh, dat was echt geweldig!